U mag spreken. Ja, dat is een spreekwoord. Hallo iedereen en welkom bij Alice Madness Returns. Ja. Het lievelingsspel van mijn geliefde broeder Johan hier. Ja, die ook aanwezig is vandaag. Die ook aanwezig is vandaag, inderdaad. Special guest. Wij gaan vandaag Alice Madness Returns spelen op de PlayStation 3. Volgens Johan 1 toch wel een van de beste games... Ja, beste, voor mij beste game op PlayStation 3. Oh, dus een van de beste games op de PlayStation 3. Dus ik zou zeggen, press start, gelijk dat er staat. Dat zal ik dan maar eens doen. Ja, inderdaad, anders gaan we niet ver geraken. Ja. Dus wat voor een game is het? Het wordt gecategoriseerd onder survival horror. Dus het is een game? Het is een game. Het is een game. Oké. Survival horror, ja, je kunt het een beetje platen in de reeks van... Ja, Silent Hill, Resident Evil en consorten, maar het zit op een heel ander niveau. Ja, het is een beetje cartoonish niveau. Ja, het is niet... Niet cartoonish, maar gewoon... Ja, hoe zal ik zeggen? Het is niet zo met zombies en van die toestanden en schrikken en weten kan. Maar het is er wel monsters in. Ja, ik zou zeggen, we gaan gewoon spelen. Hè. Ja, voilà, dat stel ik ook voor. Er zijn geen opties in het game, zie ik. Er is wel een game manual, dat lijkt me wel cool. Ja, er is een game manual. Er is toch... Wil je daar eens naar gaan kijken? dat hoeft niet. Er is wel een configuration. Ja, nu veel valt er eigenlijk niet te configureren. De audio, de controls, video. Game en data, ja. Wat ik wel een beetje ambetant vind, alleen aan het spel, want als ik al direct een minpunt mag zeggen... dat mag je zeker. Op het moment dat je een nieuw game kiest en je wilt eigenlijk opnieuw beginnen, je moet eigenlijk een hoofdstuk volledig hebben uitgespeeld voordat je opnieuw kunt beginnen of kiezen waar dat je... chapter eigenlijk. Dus als ik chapter 1 opnieuw wil spelen, moet ik eerst chapter 1 volledig hebben uitgespeeld. Ja, okay, ja, en anders dan begint je eigenlijk altijd gewoon waar je geëindigd bent. Ja, dus misschien... als je al je game data gaat verwijderen, dan kun je ook opnieuw beginnen. Ja, wat we dus nu gedaan hebben om een nieuwe game te kunnen starten. Ja, inderdaad. Dus dat is inderdaad misschien wel een minpuntje, maar ja, stel voor iemand die gewoon door een game speelt... Ja, dan kan dat eigenlijk niet. Dan kan het eigenlijk geen kwaad. Oké, goed. We gaan er gewoon aan beginnen. Dus geniet, zou ik zeggen, van Alice Madness Returns. Come now, Alice. It's only a dream. It's not a dream. It's a memory. And it makes me sick. Now, focus. Wait. You're floating again. Weightless. A cipher. Relax. I'm in hell. Forget it. Abandon that memory. It's unproductive. Go to Wonderland. Somehow, things have changed. Change is good. It's the first link in the chain of forgetting. What's happening? Are you mad? I'm not mad. Rabbit. That's not right. What are you? Is something wrong? Something wrong? Wrong! That! Don't struggle, Alice. Let them It's killing me. Wonderland is destroyed. My mind is in ruins. Forget it, Prince. Drop that dream. Wake to the sound. There, Alice. Better now, aren't we? My head's exploded and there's a steam hammer in my chest.
Yes, well, the cost of forgetting is high. My memories make me vomit. What can I... Remember other things. I want to forget. Who would choose to be alone, imprisoned by their broken memories? I'll set you free, Alice. Memory is a curse more often than a blessing. So you've said many times, and... And I will say again, the past must be paid for. Now, before our next session, collect those pills from our high street chemist. Very well, Doctor. It's my turn to forget, Alice. Now, Charlie, your pa was hung for killing your ma who beat you. Let's forget that, shall we? The past is dead, Charlie. Ziezo, voilà, welkom terug bij Alice Madness Returns. We zitten nu in de game, uiteraard, zoals het er wel als een gamewereld uitziet. Ja, inderdaad. Ik ga Johan even laten vertellen over wat de game... Dus wie zijn wij, wat zijn wij, waar gaan we naartoe? Wie zijn we, wat doen we? Wat doen we? Wat drijft ons? Wat drijft ons, inderdaad. Wat drijft ons om deze game te spelen? Nee, wat drijft ons waar... Misschien een klein beetje achtergrondinformatie geven. Dus Alice is wees, ja. Dus zij heeft geen ouders meer. Zij is ook een zus verloren en dat is allemaal gebeurd... Toen ze nog thuis woonde, haar huis is eigenlijk afgebrand. En haar ouders en haar zus en haar kat, die zaten er nog in. En zij is als enige eigenlijk ontsnapt uit dat brandende huis. Arme kat, zou ik zeggen. Inderdaad, zeer tragisch eigenlijk. En zij komt dus in een... Ja, ze heeft dus ook al in een psychiatrie gezeten. Ja. Zoals iedere normale mens ooit in zijn leven eens doet. We komen daar allemaal eens terecht. Ja. En nu is zij in een weeshuis eigenlijk. Zij krijgt opvolging van die dokter die je daar juist gezien hebt. Nu verder door in het verhaal. Ik zal maar niet te veel spoilers geven. Ja. We kunnen even zien, even de boys room binnenwonen. Ja, we zullen hier ondertussen een beetje rondkijken nu. Ja. De controls, we zullen daar misschien al eventjes iets over zeggen. De rechterstick gebruikt je dus eigenlijk voor... rond uw personage omhoog, omlaag, links, rechts. Ja, dat is standaard wel, denk ik. Ja, en dan de andere stick is voor... voor rond te lopen. Rond te wandelen. Met Alice. Oh my god. Die ziet er vrij freaky uit. Als er iemand boven bij mijn bed. Maar we zijn dus nu in de boys' room. Misschien horen we hier niet thuis. Die in nummer 18 gaat je nog een paar keren terugkomen. Ook in het verhaal gaat je die nog zien terugkomen. Is dat de betrekking tot de biljartbal heeft dat er niks mee te maken? Het heeft eigenlijk daar niks mee te maken. Ja, het heeft daar niks mee te maken. Okay. Is er ook een girls' room? Can't find the door. Can't find the door, zegt ze. Is er ook een girls' room? Er is ook inderdaad, een girls' room. Een girls' room. Kunnen we daar ook wel eens gaan kijken. Ja, inderdaad. Ik vind dat de graphics in het cartoonish... Ah, en we hebben een first-person camera mode. Ja. En dat is nieuw ten opzichte van het vorige deel? Die werkt, inderdaad. Het vreemde dan is dat die in Wonderland niet werkt. Ah, daar werkt die niet. Dus vanaf het moment dat je eigenlijk beesten moet gaan vermoorden, dat je in combats komt, in fights komt... Dat lijkt me nu ook niet echt praktisch. Dan, pas op, het zou praktisch kunnen zijn, omdat je op die manier eigenlijk veel beter je vijand in doog kunt houden. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Maar dus, op het moment dat je in Wonderland terechtkomt, kun je die first-person camera mode... niet meer gebruiken. Niet meer, oké. Ja. Dan wordt die R3-knop voor andere dingen gebruikt. Ja, dan is het gedaan. Heb jij ooit eerst... Er is een Alice-game voor dit. Ja, wat eigenlijk mee in deze game zit, trouwens. Ja, inderdaad. Dus, als je deze game nieuw koopt... Alice Madness Returns nu koopt... dan zit de eerste versie van... De eerste Alice. Eerste spel... zit er als downloadable content bij. Ik dacht dat McGee's Alice in... Ja, inderdaad. McGee's Alice gewoon was. Ja. Hier kunnen we iets doen. Ondertussen eventjes de krant lezen. The Illustrated News feeds an insediable of zoiets. Appetite for domestic mayhem and industrial disaster. Fire at match. Oei, fire. Dat leest ze misschien niet graag. Ja.
Nee, dus voor haar is dat allemaal zeer confronterend. Ja. Dus we gaan hier weggaan. Ja, inderdaad. 10 years in the loony bin. No ma, no relations. She's an orphan. Hoe dat het en dit is haar kamer. Dit is haar kamer. Ah, Mr. Payne okay, had no idea how humble a home could be. If not for my drawings and the photographs, this could pass for my room at the asylum. En dat zijn haar tekeningen en zo. Allemaal dingen die in Wonderland terugkomen. Ja, inderdaad. Ja, voor degene die nooit de boeken heeft gelezen of nooit de vorige game heeft gespeeld, is dat misschien allemaal... Die tweeling. Hè? Ja, die hebben misschien zoiets van, what the fuck. De hatter, ja, de paddenstoelen. En een familieportret. Ja. Dat is het enige... Het hoort er allemaal bij. Ja. Voilà. Ze weet ook niet van waar het komt. Nee, oké. Okay. Dus... Nu, onze main goal nu is dat we langs mogen gaan bij de apotheker. Ja, we moesten naar de apotheker gaan. Ja, en daar moeten we pillen gaan halen voor, pillen gaan halen. Voor onze gemoedstoestand. Dus, Doctor's pet. Good for the De graphics zien er wel goed uit voor een PlayStation 3 game. Kijk, voilà. En hier is nummer 8 weer. Ah, daar hebben we nummer 8 weer. Die is ons voorbij gestoken. Terwijl wij in de kamer aan het rondwarrelen waren. Op wonderbaarlijke wijze is die ontsnapt. Ja, gek genoeg, als je nu subiet terug naar boven gaat, dan staat die daar staat ook weer. Staat weer. Oké. Okay. Dat is geen bug in het game. Can't this way, love. Nice side fit, you could build a flat. Kijk niet langs daar. Een beetje zielige muziek. Ja, zo Schindler's List-achtig. Mauw. Mauw. Dus we hebben ergens een poes gehoord. Ja. Die zit hier ergens. Je kunt er recht achter lopen. Je kunt ook eerst nog eens hier komen kijken. Wat dat die mensen hier... Ja, aanval is kijken. Het spelletje. Het spelletje wat wij altijd speelden op de speelplaats. Ja. Toen we nog jong waren. Jong en onervaren. Ik kan hier nog een gedichtje luisteren. The Sandman's coming in his train of cars. With moonbeam windows and with wheels of stars. So hush, you little ones, and have no fear. The man in the moon, he is the engineer. Voilà. Schoon. Ja. Zeer poëtisch. Ja, inderdaad. Dus het is echt wel een game met details. Hè. Of, ja, dus het is niet iets waar je door moet rushen. Of, Je kunt dat doen, maar, ja, maar dan mis je heel veel details. Het is leuker om inderdaad de tijd te nemen om eens rond te kijken. Om eens te luisteren naar wat iedereen te zeggen heeft. Ja. Niet iedereen heeft iets te zeggen. Nee, dus... Ik wel dan. Ja, en nummer 8. Nummer 8 weer. Hij heeft zijn badge precies uitgedaan. Het zal een andere zijn. Dus is het niet nummer 8? Het is niet nummer 8. Nee. Ik zie geen nummer 8 eraan. En voilà, daar is die poes. Ah, daar. Kitty, kitty, kitty. Poes. Poes, 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 poes. Don't be afraid. En zo begint het weer met... Met het volgen van het zeetje. Dus ze gaat nu gewoon de kat volgen. Ja. Now, where is that cat gone? Waar is de kat naartoe? Ah, voilà, daar is de kat. Het klokje wil zeggen dat het wat 7 is. Mag een real job. Game heeft precies wel last soms van een paar textures die ineens opspringen, maar dat is misschien heel heel zelden. Following furry creatures into dark holes has become a habit. I hope it's not a vice. En hier krijgen we dan dadelijk onze tweede cutscene. Ons eerste monster te zien. Stars and garters, Alice Little. Slumming again, are we? Nurse Witless. What luck. Twice in as many months.
out on your own? You look frazzled, dearie. Not doing well? Not really. Come along home then and look at my pigeons. Pretty birds, like you. I don't think so. Our last visit cost me several pounds and got me nowhere. I might recall where your mangy rabbit got to. Still a mess. No surprise. Her kin roasted like chestnuts right before her eyes. 10 years in Rutledge Asylum wasted everyone's time. Dr. Bumby won't do better. Still hauling out her questions. The fire, her memory. I deserve consideration, don't I? Who found her new clothes? Who got her a place at Bumby's? Where'd she be without me? On the street, selling her backside. Likes my pigeons, though. She's doled out the pound or two. I know it's worth more than that. Kept her secret, haven't I? Heard her say, "All died on my account, I couldn't save you." I've told her my silence is for sale. Keep. I'm a good sort, really. Not like her nanny, that uppity whore, or that lawyer fellow Radcliffe took her stupid rabbit. Need money. Warned her I'd tell the coppers if she didn't make a donation to my upkeep. She yells and goes off her head. Dish she can't remember her name, what I heard. Zo, daar zijn we weer. Ja, inderdaad, daar zijn we weer. Nu wel een klein stukje van het verhaal dat ik daar juist eigenlijk al verteld heb. Heb je ook gezien? Ja, inderdaad, klopt. Dus dat ze haar familie verloren is. Ze heeft al in de psychiatrie gezeten ondertussen. Ja, inderdaad. En nu zit ze dus bij die Dr. Bumby's. Bumby's, Bumbly's, ja. Hoe dat Bumbly's. Ja, inderdaad. Nu zitten we tussen de duiven. Tussen de duiven, inderdaad. Ik zal maar eens op de L1-knop duwen, zoals gevraagd wordt. Oh, dan krijgen we een fantastische mooie view. Ja. Regelmatig wordt dat gesuggereerd om op de L1-knop te duwen. Ja, er zijn meer games die dat doen. Ja. Soms totaal nutteloos eigenlijk, hoor. Maar... Nurse Whitless, do you mean to harm me? To send me back to the asylum? I won't say no. I've a thirst you could photograph. Need a drink. Your mouth needs washing. Daar gingen we inderdaad. En dan gaan we voor het eerst in Wonderland terechtkomen. Ah, oké. Okay. Voilà, daar zijn we, in Wonderland. In Wonderland gearriveerd. In Wonderland gearriveerd, we landen zeer zachtjes. Ja, het is dus niet een boenk met een val dat we het... Nee, inderdaad. Lekker, de bouten hebben hier vleugels. Ah ja. Ik heb iets gehoord van vliegende koeien. Ja, inderdaad. Kan je dat straks zien. Klopt, die beesten zijn echt geweldig. Dat is een leuk vind. Very upsetting journey. But I'm rid of Pris, or whatever she's become. At least the place I've landed is somewhat familiar. In de achtergrond ziet u al de vliegende koeien. Daar zijn ze al gelachen, inderdaad. About time too, Alice. Blasted cat. Don't try to bully me. I'm very much on edge. Perfect. When you're not on edge, you're taking up too much space. You're no help at all. But you know I can be. I'll frighten myself. When necessary, thanks very much. I was hoping to escape from all that. Abandon that hope. A new law reigns in this wonderland, Alice. It's very rough justice all round. We're at risk here. You be on your guard. Ja. Veil of tears. Veil of tears. De kat die komt af en toe
eens naar boven. Geeft soms hints, soms een beetje uitleg. Kunnen we die koe van naderbij bekijken? De koe interesseert u wel, precies. Ja, inderdaad. Ja, ik heb iets met koeien. Hè? Ja, inderdaad. We zullen er zachtjes naartoe wandelen. Nu, ik kan op voorhand al zeggen dat de koe wel zal wegvliegen, waarschijnlijk. Ja, voilà. Inderdaad, daar gaat hij. Daar gaat de koe. Voilà. Kunnen we die niet achtervolgen of zo? Gaat nee, niet? Dat gaat spijtig. Nee, okay. Maar er komt straks nog een koe. Er komt nog een koe, dat is positief. Nog een vliegende koe. Ja, ik vind de game vind ik wel zeer goed uitzien. Ik vind de graphics vooral eigenlijk heel mooi. Ja. Oké, ze zijn heel cartoonisch, maar ik vind ze echt prachtig. Ik vind ze echt mooi. Er zijn zo bepaalde momenten dat de graphics iets minder zijn, maar... Ja. Maar normaal gezien, over het algemeen... Kan dat geen... Omdat je bijvoorbeeld door de grond wandelt of zo. Ja, inderdaad. Ja, dat heeft elke game wel. Dus dit zijn memories. Ja? Van die blinkende dingen. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk van die memories recovered. Zullen we dat maar doen? Nu, ik weet hoe je moet springen, dus ik ga dat ook gewoon meteen doen. Ja, inderdaad. Voilà, en hier is de tweede koe. Ah, daar was weer een koe. Ja. Heb je hem gezien? Ik heb hem gezien. Dus jump, X, heel simpel. Hier hangt van alles in de lucht. Is dat normaal in een wereld als Alice? Domino steentjes. Ja. Zeer normaal. En naarmate het spel vordert, wordt het altijd maar gekker. Dus twirl, dat is ook iets leuk. Ja. Dat is eigenlijk zweven. Voilà. Ah ja, inderdaad. Ja. Dus dan spring je eigenlijk en dan spring je nog eens in mid-air. En dan land je ook heel zachtjes. Ja, een mid-air jump, gelijk ze dat noemen. En vallen. Oh nee, toch niet. Ja, je kunt dus tijdens het twirlen ook nog eens springen. Je kunt het gemakkelijk 3 keer doen in totaal of zo. Daar is weer een... Weer een recovered memory. If you leap from that table again, Alice, I'll expire. You're 2 times too reckless, my girl. Dit zijn heel leuke paddenstoelen. Daar kan je op staan en dan gebeurt er dit. Aha. Maken we een dubbelsprong of zoiets? Een dubbelsprong? Nee, eigenlijk gaan we dan gewoon naar omhoog. Dus ja, het is een soort trampoline. Ja, eigenlijk. Inderdaad. Amanita muscaria, Alice, is merely a stinky toadstool. A spongy consistency, but poisonous. Je ziet hier een gat. Dus als je ziet, we geraken daar niet door. Maar we kunnen daar niet door, ja, inderdaad. En hoe geraken we daardoor? Dat zullen we direct zien. Ik weet niet of je de film Alice in Wonderland ooit gezien hebt. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat staat nog op het programma. Zonde, dat is zonde. Dus, echt, ja. Het hoeft daarom niet de Disney-versie te zijn, maar... Elke versie van Alice, daar komt dit drankje in voor. En dat drankje dat doet. I've been down this road before. Good things in small packages. Though lacking a bathing costume, a plunge in that pool is in order. My god, I'm shrinking in this potion. Shall I disappear? Almost. But the upside is that while smaller, you can see things that are nearly invisible to your bigger self. Ah, I get it. Quite. Forests for the trees. Just the other way round. Short-sighted is more than a matter of perspective. En dat zorgt ervoor dat we daardoor kunnen waarschijnlijk. Inderdaad. Ja, inderdaad. Dus als we nu L2 intypen... Dus we gaan eventjes de memory opvangen. Ja. Look how small she's become. L2, voilà. En wat er ook leuk is, je ziet hier die pijlen. Ja. En je ziet die monstertjes hier en al. Dat zijn allemaal clues, allemaal hints die je niet ziet als je groot bent. Die vervagen, die ziet je dus niet. Aha, oké. Dus tijdens het spel loont het soms om je af en toe eens kleiner te maken, ook al hoeft dat eigenlijk niet. Ja. Omdat er dan soms verborgen platformen of weet ik veel wat... kan verborgen gangen. Er komt eigenlijk van alles naar boven. Ja, inderdaad. Dus, als je klein bent. Dus als we klein zijn, is het eigenlijk, komt er eigenlijk van alles naar boven wat we anders niet zouden zien. Wat je anders inderdaad niet zou zien. Dus in plaats van nu hier
Of waar was het totdat dat we dat sleutelgat hadden gevonden? Ja, dat was verder de deur nog. Hè. Ja, daar komen we, zijn we nu net uitgekomen. Ah, oké. Okay. Dus, deze bloemen hier zijn ook zeer speciaal. In die zin, als ik daar zo in sta, dan doen die niks. Maar als ik klein ben, dan vreten die mij op. Nu, die bloemen die zorgen ook voor healing. Dus als je gewond bent door vijanden, dan kunnen die bloemen u terug beter maken. Dus hier opgegeten worden door een bloem, dat kan dat geen is, kwaad. Nee, dat is dat zelfs is, goed. Dat is goed. Oh, fantastisch. Ja. Wat een coole game. Doodgaan ja. is goed. En als je dan terug groter wordt, ja, die bloem die kan uw grootte natuurlijk niet aan. Dus dan gaat hij kapot en krijg je nog twee tandjes. Ah, oké, okay, ik dacht of tandjes, één tandje of twee. Ik vroeg me af hoe lang dat die bloem op ons ging blijven kauwen. Ja, als het groter wordt. Okay. Nu, die tandjes die zijn ook wel belangrijk. Waarom? Omdat daar achteraf de wapens mee geüpgraded kunnen worden. Oké. Okay. Dat is eigenlijk de currency van het game. Dat zijn die tanden. En dus vier tanden. En zo maar gaat wat is, dat is dat, dat beest daar, dat daar met die ogen zo... Kijk. En de pijl zegt ons dat we zo moeten gaan. Dus dan doen we dat. Dus het is eigenlijk een beetje zo'n een walkthrough, die pijlen. Ja. Ja. Oh ja, ik bedoel, niet altijd. Het is niet dat het spoilt voor u, maar... Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het is van tijd ook nog echt wel zoeken. Maar als je bijvoorbeeld dingen zoals dit ziet, dan weet je, er komt een battle aan. Zeer binnenkort. Als je een doodshoofd ziet, kun je aan een baas verwachten. Ah, oké. Okay. Van die toestanden. Dus, ja, dus dat komen we allemaal er wel komt, te weten. Er komt echt van alles... En krijgen we dan ook eerst een wapen, hopelijk? Of? Ja, daar gaan we nu naartoe, eigenlijk. Hè. Eerst gaan we nog eventjes van de glijbaan af. Ah, dat is altijd leuk. Is hier nog iets te rapen, of is het gewoon... Ja. Moest ik een wapen hebben, dan kon ik deze hier stuk maken. Nu, het leuke aan het game is, als je het volledig hebt uitgespeeld, kun je het opnieuw spelen. Met al de wapens. Met alles wat je in die tijd verzameld hebt. Dus stel dat nu dat je onderweg ergens een memory vergeten bent, of weet ik veel wat, kun je het opnieuw spelen... Kun je alles wat je nog niet hebt eigenlijk verzamelen. Ja, oké. Okay. Maar dan in een hogere moeilijkheidsgraad bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Dus we proberen nu zoveel mogelijk van die tanden mee te pakken. Gouden tanden zijn er altijd een beetje meer. Daar mag je ook doorgaan. Ja, die karakollen of... Ja, die karakollen, die dienen ook. Oh, ja. We zijn goed op weg. Ja, inderdaad. Zo. Ah, we krijgen weer een L1. Amai, dat is een... L1 moment. The vorpal blade is swift and keen and always ready for service. I've not come back here looking for a fight. Really? That's a pity. One's certainly looking for you. Voilà. De vorpal blade. Het eerste wapen. Goes snicker snack. Snickerly snack. It leaves them dead. Ja. En wat staat daaronder? As seen in a previous poem. Oh, oké. You have just obtained... The vorpal blade inflicts the swiftest damage to a single target at close range. Dus dat is alleen maar voor close combat. Inderdaad. Maar ik wil dan even zo toch iets bij die tekening zeggen. Ja? Dat manneke dat je daar ziet, dat is een monster wat je later nog gaat terugzien. En daartegen kun je met een mes eigenlijk niet veel doen. Dus die tekening is niet helemaal... Dus die tekening is niet helemaal... Niet helemaal accuraat. Niet helemaal up-to-date. Oké, okay. Goed... Dan gaan we even kijken wat er verder zich gaat afspelen. Ja. Dus, voilà. Vierkantje. Zeer simpel. Flight or fight implies a permanent choice. But flight often just means putting off the fight to another day. Ja, dus wat je nu kunt doen is inderdaad al die karakollen hier gaan een kop kleiner maken. Op zoek naar tanden. Ja. Dus de tanden zijn wel iets belangrijk in deze game. Hè? Ja. Ja, want daarmee kun je dus je wapens updaten achteraf. Dus ja. Daarom dat zo belangrijk is. Upgraden. Upgraden. Niet nee, updaten. Ja, updaten, upgraden.
Weapon update, upgrade. Weapon update, upgrade, ja inderdaad. Het is allemaal één pot nat. Hetzelfde. Hier moeten we door. Ja, hier moeten we door. En dan gaan we dadelijk aan onze eerste fight komen. Oké. Okay. Ik stel voor dat we dat nog even tonen, dat we daarna stilletjes voor het afronden. Eerste deel afronden. Ja. Hier komt de eerste vijand. Insidious Rune. Is dat een baby in een game? Dat is eigenlijk een baby, ja. Een baby in een game. Ik kan ook zien hoe snel dat ik daar doorga. Dat was het. Maar er komt er nog een. Twee zelfs. Het zijn ze maar die baby's die precies zo graag hebben, hè? Dat is wel. Voilà. En we zijn er al door. Dus zo simpel gaat het. Oké. Voilà. Zullen we dit dan laten? Ja, dat we hier even afronden. Tot het volgende deel. Wat zal er achter deze dingen gebeuren? Achter deze gigantische boom. Ja, inderdaad. Wat zal er zich daar schuil gaan? Zoek het antwoord en win de game. Nee. Kan de game. Er ook kijken. Kan de game. Ja, dat kunnen we ook doen. Dat is ook altijd leuk. Alles gaat. Ja, alles inderdaad. Kan in dit game. Nee, dus Alice Madness Returns. Behalve niet overspringen, dat kan niet. Ja, dus het heeft wel invisible walls. Dat ja. Wel. En je hebt dat zo in games, dat je ergens eigenlijk kan afvallen en dat je dat dan eigenlijk niet gaat, omdat er een invisible wall staat. Ja, of bijvoorbeeld hier zou ik normaal gezien toch door. Ja, dat gaat toch niet. Inderdaad. Het zijn zo die kleine dingetjes. Ja, inderdaad, kleine details. Nee, oké, goed. Dan danken we onze kijkertjes voor het kijken naar het eerste deel van Alice Madness Returns. En met deze zwarte olievlek zeggen wij u vaarwel. En tot een volgende keer. Ja, tot een volgende keer. Dag.